Hoi, welkom bij Gadget Gear. We hebben hier vandaag de Vio E17K, ook bekend als de Alpen 2. Het is een dak- en hoofdtelefoonversterker. En het idee daarachter is dat, onafhankelijk van of je nou muziek luistert op je smartphone, je tablet, whatever, door de muziek eerst door deze versterker heen te laten gaan, kun je een hogere kwaliteit hoofdtelefoon op een betere manier aansturen en krijg je als het goed is een veel mooier geluid uit je smartphone. Onafhankelijk of je nou Android hebt, iOS of misschien zelfs door een Windows Phone. Fun intended uiteraard. Maakt allemaal niet uit. De muziek gaat hierin, dat dingetje gaat de muziek beter converteren en het eindresultaat moet beter zijn. Nou, hoe dat precies werkt, dat gaan we natuurlijk allemaal uitleggen in de review die je via de link onderaan de video kunt bekijken. En nu gaan we eerst maar eens even kijken wat er in dit doosje zit. Het doosje hebben we rechtstreeks vanuit de distributeur in Nederland gekregen. En ja, het is leuk. Het is een beetje een niche product. Het is echt gericht op de audiofiel. Dus als jij denkt van nou, mijn smartphone klinkt echt goed genoeg. En ik heb echt geen behoefte aan iets dat nog veel beter klinkt. Nou, dan zit je ook niet op dit soort dingen te wachten. Ik persoonlijk vind dit wel heel erg leuk. En dat komt vooral ook omdat ik echt gewoon hele ja, goede, echt wat duurdere hoofdtelefoons regelmatig test. En dan zie je dat je met dit soort oplossingen toch vaak net even wat meer van die hoofdtelefoon te horen krijgt. Dat je net iets meer het idee krijgt waarom je zoveel geld betaalt voor die hoofdtelefoon. En ze zijn tegenwoordig niet meer zo duur. Hè? Vroeger betaalde je makkelijk 500, 600 euro voor zoiets. Ik geloof dat dit nog onder de 200 zit. Dus ja, dat valt wel mee. Het doosje klapt vrij makkelijk open. Ik zie hier een keurig etuietje. Ik zie hier een kartonnen doosje. In dat etuietje, het kan ook bijna niet anders, zit de Vio. Een heel mooi aluminium behuizingje. Dit is aan de zijkant is hij van plastic, dat is duidelijk. Plastic vieltje ook. We zien hier hele mooie afgewerkte metalen knopjes. Zo echt mooi geborsteld ook hoor. Goed op kleur. Hoofdtelefoonaansluiting, de coaxiaal in. En dit is denk ik een algemene ingang. Gok ik. Aan de andere kant micro-USB om op te laden. Zit natuurlijk een eigen accu in. Keurig displaytje. Ziet er netjes uit. Als je detailfoto's wil zien, check even de link onderaan de video. Goed, dus ja, dit mooie kastje wordt in ieder geval beschermd door een bijpassend hoesje. Krijg je meteen bij. Vind ik hartstikke netjes. Zo hoort het eigenlijk ook. Geen onzin van je moet het los een tasje bijkopen. Het is een mobiel product. Het is gemaakt om mee te nemen. Moet dus niet zo lopen zeuren, vind ik. Ja, dus dat doet Vio gewoon heel erg goed. Hier een siliconen anti-slip matje. Dat is denk ik bedoeld voor als je hem op tafel gaat leggen. En je legt je Vio erop dat die niet zo snel weg rolt van je tafel of wat dan ook. Deze tafel is een spek glad en hier houdt ook dat siliconen niet heel erg op. De Vio is ook niet super zwaar, dat zou ermee te maken kunnen hebben. Maar toch is het een fijne gedachte. Op het moment dat je iets meer grip hebt op je tafel, je hoofdtelefoon zit eraan, je gaat een keertje met je arm zwaaien of zo, wil je niet natuurlijk je mooie versterkertje van tafel trekken. Dan heb je hier een handleiding, Engels-Chinees. En hier nog zo'n anti-slipmatje. Dat is handig als je twee tafels hebt. Nog een handleiding. Ja, dit is leuk. Dit is ook voor detail. Echt, dit kan ik enorm waarderen. Twee screen protectors voor jouw Vio. Dat betekent waarschijnlijk dat het geen glas is, maar plastic waar het displaytje door beschermd wordt. Maar het feit dat Vio dan zelf al zegt van we gaan gewoon screen protectors erbij leveren, zodat je jouw apparaatje echt mooi kunt houden. Ja, ik vind dat wel gewoon een klasse hoor. Dit is echt verdient een complimentje. Super. Nou, we hebben hier nog een doosje. Daarin vinden we een dubbele analoge audioaansluiting, dubbele analoge plug. Dat is handig op het moment dat je hem natuurlijk vlak bij je smartphone hebt, dan kun je hem heel makkelijk direct analoog verbinden. Zonder dat je een extra lange kabel nog een keertje in je broekzak hebt. Ik wil even openmaken. Ik pak mijn smartphone er even bij. Bij mij zit de aansluiting boven. Kijk, zo. En dan in wat ik denk dat de ingang is. En klaar. Nou, dit kun je prima in je broekzak houden, toch? Super. Even kijken, dan hebben we hier een hele kleine verloopkabel voor coaxiaal signaal. Siliconen armbandjes,
doen we een beetje denken aan de Livestrong armbandjes van die ene wielrenner die we allemaal nu vooral ook kennen vanwege zijn dopinggebruik. En we hebben hier nog een USB-kabel. De audiofiel zal misschien denken, die USB-kabel is wel heel erg dun. Hij doet er ook bijna niks mee. Het is vooral bedoeld om hem op te laden, ongetwijfeld. En dan nog, mocht er audiosignaal, mocht je moeten gebruiken voor een apparaat een audiosignaal naar de Vio toe te krijgen. Ik heb de handleiding nog niet gelezen, dus ik weet niet of dat tot de mogelijkheden behoort. Ik weet, soms kun je zo'n ding als een externe geluidskaart voor je laptop bijvoorbeeld gebruiken. Dan is het nog zo dat er enen en nullen door die kabel gaan. Dus alle onzin over vergulde aansluitingen, over de dikte van de kabel, interferentie, etc. Dus leuk in de analoge wereld is voor dit soort dingetjes al een beetje belangrijk. Voor dit soort kabeltjes nog veel belangrijker. Voor deze kabeltjes totale onzin. Dus dat het kabeltje wat smal is, wat dun is, wat simpel eruit ziet, dat maakt echt helemaal niks uit. Daar verwacht ik helemaal geen problemen mee. Hoe dan ook, ik ga zo meteen een hele mooie hoofdtelefoon uitzoeken en die ga ik aansluiten op deze Vio E17K. Zodat ik het verschil goed kan beluisteren van de audio-kwaliteit zoals het uit de smartphone komt en zoals het eruit komt op het moment dat de Vio ertussen zit. Ik ga nog een aantal andere apparaten uiteraard uitproberen en ik ga jou er alles over vertellen. Wil je nou weten wat dus mijn beleving uiteindelijk is met deze Vio? We gaan ook praten over accuduur en dat soort dingen. Check dan even de link onderaan de video. Die vertelt je alles over deze Vio E17K Alpen 2.